Hoi, ik ben Zoe, verpleegkundige op afdeling orthopedie. Hallo, ik ben Mark, verpleegkundige op afdeling orthopedie trauma. En we nemen jullie een klein stukje mee. Nou, een patiënt wordt eigenlijk opgenomen op deze afdeling of voor een orthopedische ingreep, een nieuwe heup, een nieuwe knie. En dat loopt dan eigenlijk via de poli. Of vanwege een trauma. Dat kan een gebroken heup zijn, een gebroken been. Ja, de werkzaamheden die je in een dagdienst verricht zijn eigenlijk... Ja, je start met inlezen, met de overdracht. En daarna begin je eigenlijk met het delen van de medicatie. En dan gaan we de werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn op dat moment. Ja, dat combineer je eigenlijk een beetje met wat je in de administratie nog moet doen. Je rapportages schrijven, zorgen dat ontslagpapieren in orde zijn. En tussendoor komt de fysiotherapeut nog bij patiënten langs. Dus ja, je zorgt eigenlijk dat mensen daar klaar voor zijn. Het team is eigenlijk heel divers. We hebben mensen die net afgestudeerd zijn, die vanuit hun stage hier blijven hangen en dan hun carrière hier starten. Mensen die al wat langer in het vak zitten. Dat ben ik. Dat is Mark. En de sfeer is, ja, als je het mij vraagt, altijd heel goed. We proberen iedere eerste vrijdag van de maand een vrijdagmiddagborrel te organiseren. Ook gewoon om je teamgenoten wat beter te leren kennen. De samenwerking met andere afdelingen loopt heel goed. We hebben regelmatig dagoverleg en zo proberen toch onderling contact te houden. Geen dag is eigenlijk hetzelfde. Dus elke dag beginnen we weer en we weten niet wat op ons pad komt. En daar moet je op inspelen. Dus je moet inventief zijn en je moet ook flexibel zijn. Het staat nooit stil, denk ik. Er zijn altijd wel nieuwe dingen. Iedereen is altijd wel ergens mee bezig. En dat proberen we met de aandachtsvelden denk ik ook echt wel te stimuleren. Dat iedereen zich wel ergens voor kan en wil inzetten. Kijk, de innovatie is erg groot bij orthopedie en trauma. Je ziet bijvoorbeeld dat de totale heupen die in het begin hier lagen. Die lagen 2 weken en nu liggen ze 1 dag. Dus elke dag wordt er nagedacht om zo snel mogelijk mensen weer op de been te krijgen. Maar ook weer naar huis te krijgen. Door de scholingen die aangeboden worden op de afdeling en ziekenhuis breed, dat je toch wel zorgt dat je kennis op peil blijft. We hebben ook een leerafdeling, of we zijn een leerafdeling. Dat houdt in dat je toch altijd wel up-to-date moet blijven. Zodat je ook de leerlingen goed kunt instrueren en leren, zodat ze ook verder kunnen gaan. En ik denk dat dat ook wel aantoont vanuit de stagiaires dat het hier echt wel heel fijn is om te werken en stage te lopen. Omdat mensen vaak willen blijven hangen. Ik hoop dat we jullie hier enthousiast voor hebben gemaakt en dat jullie hier komen werken.